Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 13 mei 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Ik ben momenteel de uitzending aan het voorbereiden, maar ik weet nog niet of ik tijd heb voor een volledige uitzending met SSTV en Morse. Ik moet zo dadelijk namelijk misschien nog met Kat naar de dierenarts, omdat mogelijk haar medicatie voor astma moet worden aangepast. En het is al 5:15. Onder voorbehoud dus. Notabene via het Twitter-account van Agentschap Telecom vernam ik van een artikel in het Parool over onze amateurhobby. In totaal zijn er volgens het artikel 263 Amsterdammers van tieners tot bejaarden die zich centamateur mogen noemen. In heel Nederland gaat het om bijna 13.000 mensen, blijkt uit de cijfers die datajournalistieke nieuwsdienst Local Focus opvroeg bij Agentschap Telecom. Zo begint dus het Parool-artikel. De jongste centamateurs van het land komen uit Noord-Holland. Deze drie jongelingen, geboren in 2001 en 2002, komen uit Vogelenzang, een dorpje nabij Bloemendaal, Amsterdam en Amstelveen. Zo gaat het artikel verder. Op zich is het een leuk artikel dat Remy Denker uitgebreid aan het woord laat. Jammer vind ik het wel weer dat wordt voorgesteld alsof het aantal centamateurs in Nederland al jaren afneemt. Het aantal is tanende, zo schrijft het artikel. Dat is echter niet de volle waarheid. Ik vind het jammer dat onze hobby de laatste jaren telkens weer op deze manier in het nieuws komt. Vooral omdat het in een geval als dit voor de rest juist een heel positief artikel is. Het aantal centamateurs steeg in elk geval heel zeker tot aan het moment dat er voor registratie moest worden betaald. Daarna zette er, als ik het uit mijn hoofd correct zeg, wel degelijk een tijdelijke daling in. Wereldwijd neemt het aantal amateurs echter nog steeds fors toe. In enkele landen, zoals in de VS en in Thailand bijvoorbeeld, neemt het aantal zelfs vrij spectaculair toe. Ook in Duitsland stijgt het aantal amateurs sinds kort weer en dat is ook in Groot-Brittannië bijvoorbeeld het geval. Geen enkele reden dus om onze hobby voor te stellen als een hobby die tanend is. Voor je het weet wordt het namelijk een self-fulfilling prophecy. Kort geleden correspondeerde ik met een amateur over glasfiber uitschuifmasten, waarvan ik er zelf ook eentje van gebruik. Ze zijn niet geschikt voor een grote Yagi, maar voor een lichtgewicht rondstraler op VHF en zeker voor allerlei draadantennes zijn ze zeer geschikt. Bij het gesprek kom ik op de site electrodum.nl een paar van die masten die mij redelijk goedkoop lijken. Hoewel ik natuurlijk vanaf de foto op de site niet dingen als kwaliteit en zo grondig kan beoordelen. Een mast van bijna 12 meter hoogte kost bijvoorbeeld €51. Een uitvoering van ruim 14 meter kost €76. En een variant van bijna 17 meter kost €96,50. Ongetwijfeld zullen daar nog wel verzendkosten bij komen als je ze laat opsturen. Meestal kun je de bovenste paar stukken van die antenne alleen gebruiken om draadantennes langs te spannen. Maar de lagere delen, ongeveer vanaf een vijfde vanaf de totale hoogte, die zijn steviger. En naarmate je lager komt, kan er steeds een zwaardere antenne in worden gemonteerd. Verder kan het zijn dat die antennen met name de langere versies op volle hoogte alleen getuit gebruikt kunnen worden. De leverancier kan dit uiteraard vertellen. Op de site electrodump.nl en dan bij antennemasten het hoofdstukje schuif- en stapelmasten, daar kun je ze vinden. Ik heb overigens geen enkele binding met de site. Ja, veel bekende amateurs hebben een wat minder bekend weblog dat zeker ook de moeite waard is. PH4X is bijvoorbeeld onder andere bekend van hamnieuws.nl. Maar wie weet dat Randy op ph4x.com in het Engels ook een weblog heeft. 3 dagen geleden plaatste hij daar nog een leuke post over zijn belevenissen bij de VHF-contest. Gisteren op 12 mei werden in Engeland door scholen massaal ballons gelanceerd met kleine bakenzendertjes eraan op 434 MHz. In groepjes van 5 werden in totaal op die manier de ballons van 25 Britse scholen gelanceerd vanaf RAF-basis in Cosford. Elke ballon had een Raspberry Pi computer met een GPS-ontvanger aan boord waarmee de koers kon worden bekeken. De ballons werken tussen 434-040 en 434-97 MHz. Een van de ballons was overigens niet van een school, maar van Gadget Show presentator Jason Bradbury, 210JAB. Zijn ballon is vooralsnog na de landing aan een parachute onvindbaar, zo meldt southgatearc.org. Volgens een artikel op spaceweather.com verandert het aardmagnetisch veld. Dit magnetisch veld beschermt ons tegen al te turbulent ruimteweer en tegen kosmische straling. Nieuwe gegevens verzameld door de Europese Swarm-satelliet tonen aan dat het veld aan het veranderen is. Boven Noord-Amerika nam het aardmagnetisch veld zo'n 3,5% in sterkte af, terwijl het boven delen van Azië juist 2% toenam. Ook andere plekken op de wereld gaven een verandering te zien. Vanavond, vrijdagavond vanaf 10:30, is trouwens weer de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3UTR. You're listening to The Rain Report from www.therainreport.com. The cabinet looks perfectly innocent, but you would expect that if a German came along and started searching through this room, eventually they would say, gee, I wonder what's in this cabinet. And boom, the room is no more.
But the Theta Room has been restored by the Norwegian government back to the way it appeared when it was being used as a spy headquarters during the war. There's a radio transmitter with an adjustable power supply built into the wall, a couple of radio receivers, a typewriter, an oscilloscope, and particularly important, a bunch of recognition diagrams so that if these spies were able to see any enemy ships or enemy airplanes, they'd be able to identify what these ships and airplanes actually were and send that information back to the British or the Allies. It was very important for the British to know what boats were in various harbors in Norway so that they would be able to bomb the important ones and not just attack randomly. They also had to have a technique for encoding their messages. They couldn't just call up England and say, hey, there's a battleship in Bergen Harbor. That wouldn't do at all. They had to send the messages in encoded form. They didn't have Enigma machines or code machines, so they had hand ciphers. They would take phrases and encode them into five-letter groups, send these five-letter groups by Morse code to the English, and then the English would decode them. One of the things that they were particularly interested in was locating German warships. And so they would take photographs of these warships, and if they were unique enough, they would find some way to get the photograph itself back to England. But in general, they were able to identify what the ship was and send that information back to the British. They would do it in these little telegrams. This is a received telegram marked secret, February 1942, right in the early middle part of the war. Source is Theta, date of information, and so on. The message says Tirpitz, which is a major German battleship, is camouflaged with a steel net, canvas, trees, and snow. It now looks like a peninsula. We believe she has been moved to a fjord or a place with a similar name where and when will be telegraphed later. So that's critical information. The British needed to sink the Tirpitz, and here they're being told where it is. And additional information was included. Patrol boat now patrols this fjord and that fjord and islands. This boat lies up all night on the north side of another place there. There are watch posts in these locations. More accurate details later. There are many U-boats here now. And so on. The Von Tirpitz was lying in the fjord Saturday, 14th February, between two small islands. She was camouflaged as an island with woods. There is no visible damage, very difficult to see. Later on in May of 1942, the Tirpitz sustained one direct hit aft, which damaged her. This occurred during the raid. She's still lying at her old anchorage. This information is accurate. A pilot reports that several warships were sunk in Trondheim Harbor, also, and so on. All kinds of information. U-boats are being repaired daily in the floating dock at another location. So really critical information. Again, Theta information, ships that passed through Bergen on a northerly course this evening were at Neisenau and Prince von Eugen, two huge military German ships, and they were escorted by seven destroyers. The aforementioned battleship towed to was not Tirpitz, but a battle cruiser. There are 90 airplanes now at such and such. Six troop trains leave Oslo daily for Trondheim. Ideal information if they want to bomb a troop train. 200 airplanes passed on Sunday going north. This is particularly useful information. The 50,000 German troops at Aarhus, Denmark, are waiting to go to Norway and can only go by the sea route from Denmark to Kristiansand. So ideal information for the Allies to use in tracking this. The Theta Room received news from a friend in Norway that a big roundup occurred in an area in Bergen. So they were always being hunted. This last thing says, I'm staying in the secret room until the courier comes. Can he come as early as possible, please? The station must be saved and must continue after I've left. For your information, Christian was arrested, and so on and so forth. A very scary business. You never knew whether you were going to live through the next day. And very brave people were involved in this.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30